Hallo, wat leuk dat je kijkt. En ik heb weer drie tips, drie presentatietips. En dit keer voor Michael McIntyre. Ik weet niet of jij Michael McIntyre kent, maar op Facebook komt hij regelmatig bij mij langs. Een van de filmpjes die ik dan zie is van de Unexpected Star of the Show. To find out who is going to be tonight's Unexpected Star of the Show. En zo brengt hij het ook met een weiland. Het wordt groots gemaakt door hem. En Michael McIntyre is een hele likable personality. Hij kan heel goed improviseren. Hij heeft een leuke stem. Hij doet het gewoon hartstikke goed. En toch zijn er altijd weer tips die je kan geven. En daarom geef ik deze drie tips. En de eerste is de gebaren. Zijn handen, de bewegingen van zijn handen die het ritme van de zin ondersteunen. Hij begint bijvoorbeeld in het filmpje met dit. Dan gaat hij heel veel vertellen. Dan gaat hij naar de pinch, zoals ik dat dan noem, zo met de dingen bij elkaar. En wrijft hij zijn handen in elkaar. Het zijn bewegingen die regelmatig terugkomen. En ja, ik zeg altijd, probeer af en toe ook even je handen te laten rusten. Gewoon. En daarna weer verder te gaan met bewegingen. En wat hij ook doet is door bewegingen te maken, door iets, ja, kracht te zetten bij hetgene wat hij vertelt. En dan gebeurt dat best wel veel en vaak. En dat kan afleidend werken. Dat is in ieder geval mijn mening, dat dat afleidend kan werken. En dat je daarna zit te kijken van, oh ja, daar gaat hij weer. En zeker als iemand het heeft gezegd. Wat zou je dan kunnen doen? Doeltreffende gebaren. Bijvoorbeeld als je dan over een podium heeft, dan kan hij dat podium zo aangeven met zijn handen. Of als je het heeft over de Unexpected Star of the Show. En dan kan hij naar het scherm achter zich wijzen met zijn handen. Om het publiek een kijkrichting te geven. Daar moet je naartoe. Dus gebaren gebruiken om dingen aan te geven. Dat zou een goede zijn, denk ik, in plaats van de repeterende bewegingen die ik zie. Tip 2. Zijn haren. Regelmatig zit hij even met zijn hand door zijn haar. En dat kan een heerlijk gebaar zijn van vertrouwen of even bij jezelf komen. Misschien een rustpuntje, dat kan ook. Maar ook dat is afleidend. Als je dan regelmatig, ja, sommige mensen doen het wel heel vaak. Vooral jonge meiden, die zitten met hun mooie lange haar steeds de lok naar achter te wrijven. En iedere keer weer komt hij naar voren natuurlijk. Dus ja, het is niet zo handig als jij aan het presenteren of aan het vertellen bent om constant je haar naar achter te doen. Blijf er van af, denk ik dan. Misschien een keertje, oké, dat snapt iedereen. Maar het liefst zo min mogelijk. Dus zorg ervoor dat je haar goed geknipt en gekapt is, zodat het niet in de weg zit. Misschien met wat haarlak als eventjes goed fijn gespoten is, dat het strak blijft staan, zodat je er geen last van hebt. En als je dan wel er last van hebt, gewoon doorpraten, zelfs als zit die lok voor je ogen, dan ga je gewoon verder en dan heel af en toe misschien op een pauzemoment of dat je iets wil laten zien en iedereen kijkt naar dat filmpje, kun je je haar weer even op orde brengen. Dat was tip 2. En dan de derde tip, dat is het tip over hoe hou jij je ten opzichte van het publiek. Op een gegeven moment zit Michael McIntyre, die wil vertellen over wat er allemaal te zien is, wat de verrassing is. En achter hem is dat scherm. En dan draait hij zich helemaal om. En dan gaat hij verder vertellen. Nou, dat verder vertellen bij hem, dat lukt goed, omdat hij natuurlijk zo'n headset microfoontje heeft. En ja, je blijft zijn stem goed verstaan en je zit te kijken naar dat scherm. Dus dat is hartstikke mooi. Dat gaat bij hem dan wel goed. Alleen zeg ik altijd, als je aan het presenteren bent of aan het vertellen bent, draai je juist niet met je rug naar het publiek, maar blijf contact houden. Je kunt bijvoorbeeld wel iets aanwijzen en dan daarover vertellen. Je weet wat er staat, je weet wat er is, en dan kun je evengoed naar iemand toe vertellen, bijvoorbeeld. En als je je omdraait en je hebt geen headset, dus je moet duidelijk, is het een kleiner publiek misschien of een kleinere groep, en je draait je om, nou, dan merk je wat er gebeurt als ik zo aan het praten ben. Je wordt gewoon minder goed verstaanbaar. Dus blijf goed kijken naar je publiek. Zorg dat je contact houdt met je publiek.
En dat het goed blijft gaan. Dat je daar, dat je goed gericht blijft naar je publiek. Niet omdraaien dus. Nou ja, af en toe, maar dan wel doeltreffend. Dus ook weer terug en weer contact en weer verder. Dus, en soms hoef je het niet eens te doen. Je kan ook met zo'n knopje volgende dier, volgende dier, volgende dier, volgende dier. Want jij weet wat daar staat. En jij kan gewoon blijven vertellen. En dan kijken ze naar de dia en ze kijken naar jou. En je rug, nou, die hoop ik dat ze zo min mogelijk zien. Dat is in ieder geval altijd mijn uitgangspunt. Ja, dat waren mijn 3 tips. Ik hoop dat jij er wat van geleerd hebt. Geleerd of misschien ook wel dat je denkt, maar soms kan ik het zelf ook wel gebruiken. Daar denk ik eigenlijk nooit aan. Maar wat hij verbeteren kan, kan iedereen eigenlijk wel verbeteren. En er zijn er nog een paar dingetjes die ik leuk vind. Bijvoorbeeld onbewuste signalen. Op een gegeven moment doet Michael McIntyre zo. Als het publiek hard applaudisseert en hij verder wil vertellen. Every week on the big show we surprise a member of the public who has a passion for singing. Dan houdt hij zijn handen even zo een tijdje. Dat betekent natuurlijk, hey, rustig aan. Tenminste, iedereen begrijpt dat het gebaar rustig aan is. En je merkt dat het publiek dat oppikt. Hè? Het is een onbewust signaal. Daar kan je ook als presentator gebruik van maken. Zo onbewust signalen doorgeven. Door de gebaren die je maakt. En het publiek pikt dat onbewust op. En neemt gas terug. En het andere wat ik echt super vind van Michael McIntyre. En daar krijgt hij van mij een dikke pluim voor. Is dat hij die unexpected guests, de unexpected stars, een heel fijn gevoel geeft. In ieder geval van het publiek. Want je kan je voorstellen, je komt binnenlopen en dan ineens zit daar een publiek van 2500 man. En daar mag jij voor gaan zingen. Nou, dat is shocking. En dat zie je vaak ook bij de mensen. Ze zijn helemaal flabbergasted. Van, wat gebeurt mij nu? En in plaats van dat je dan denkt, moeilijk. Vertelt Michael McIntyre dat het hele publiek zit te wachten op je optreden. Dat ze je graag willen zien. Dat ze hartstikke enthousiast zijn en heel erg veel zin hebben om jou als unexpected star tegen te komen. En dat maakt dat je het publiek niet ziet als iets engs, maar dat je het publiek ziet als een fan. Als iets steunend. Als iets wat jou helpt om je verhaal beter te vertellen. En dat is natuurlijk wat je wilt. Dat je geen rotgevoel krijgt van, oh jee, zo meteen gaan ze mij allemaal kritiek geven. Maar dat je gewoon denkt, oh ja, heerlijk, ze willen graag naar me luisteren. Ze vinden het fijn en leuk om mij te horen. En als je op zo'n manier gaat presenteren, ben je al veel ontspannender en veel lekkerder zit je dan in je vel. Dus dat vind ik dat hij dat heel goed doet. En ik hoop dat je daar zelf ook wel eens over nadenkt. Als je iets vertelt aan het publiek, ze willen graag horen wat je zegt. Dus wees niet bang voor het publiek. Ze zijn je allergrootste fan. Dat was het weer voor deze keer. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende week. Doei!